In het romantische idee dat jij volgens mij toch bij je draagt over die rock'n'roll, heb je dan niet het idee dat het eigenlijk een beetje zielig is voor de jeugd, dat ze ze nergens meer tegen kunnen afzetten, omdat die generatie van jou en mij gewoon alles wel goed vindt? Ja. Nou, maar ik vind het veel zieliger voor ze dat ze bij een kunstvorm die toch al zo jong is, hè, als je het echt op zijn ruimst neemt, is het 1954, waar de echt werkelijke omslag kwam, dat je 8 dansen moest kennen, wilde je naar een dancing kunnen, of je moest een opleiding hebben voltooid, wilde je muziek kunnen maken. Dat was de werkelijke revolutie van de rock'n'roll natuurlijk, dat niet meer noodzakelijk was. Maar goed, laten we tellen van 54 af, dan is het 50 jaar. Nou ja, dan vind ik het veel zieliger dat ze dus een werkelijk belangrijke stroomversnelling, want de revolutie wordt mee gesmeten met het woord natuurlijk in de rock'n'roll, maar laten we zeggen dat het een stroomversnelling is in een cultuur, dat ze die van 54 en die van 65 hebben gemist. Dat vind ik veel zieliger, want daarna heb je werkelijk zeer creatieve en heel opwindende artiesten als Prince gehad, die niet de tiende van de impact hebben gehad. Ja, die hebben nooit zoiets bewerkstelligd. De Beatles of Elvis hebben gehad. Dat is voor hem ook al erg tragisch, lijkt me, want zijn ego is niet klein. Even de opmerkelijke dingen, even naar die boeken lopen daar. Een van de opmerkelijke dingen, heb ik bij jou altijd gevonden, is dat jij tenminste een popjournalist bent die kan schrijven. Dat komt niet echt veel voor in Nederland. Dus je moet even kijken. Nee, Rick, daar heb je groot gelijk in. Oké. Dat is een... Door wie ben je beïnvloed? Prima observatie. Dit ligt hier... Zo is het alweer genoeg. Wat maakt jou... Wie hebben jou geïnspireerd? Nou, ik ben vooral geïnspireerd als schrijver, bedoel je? Ja. Door de Amerikaanse auteurs die de erfenis van Hemingway zal noemen, beheren. Ja, ja. Maar als je mijn smaak wil zien, dan kan ik je wel een inzicht geven. Dit is bijvoorbeeld wat ik meegenomen heb op mijn laatste vakantie. Dat is vrij representatief. Dat is een biografie van Nick Tosjes over Dean Martin. Dus de man die de Jerry Lee Lewis biografie heeft geschreven. Dit is echt hoewel Dino natuurlijk de laatste jazzman is, zeg maar, die door rock and roll is opgeruimd, is dit de biografie. Heb je ook al zo zwak voor Dean Martin gehad? Volkomen rock and roll. Ja, maar Dean Martin is een man naar mijn hart. Ik meen zelfs dat hij een eigenschap heeft, niet zo'n beste trouwens hoor, die ik bij mezelf ook bespeur. Dat is wat hij de lontananza noemt. Dat is afstandelijkheid. Oh ja? En Jan Mulder noemde het onlangs op de tv bij Ischa, liefdeloosheid. John Houston zei een certain detachment. Dus een zekere afstand ook van dingen die het liefst zijn. Ja? Dat heb ik in de bespeuring. Ja, bespeur ik ook. Vind ik niet zo'n mooie eigenschap. Het doet je wel gracieus oud worden hoor. Maar diep in mijn hart geloof ik dat het beter is om volkomen hysterisch achter iets aan te gaan. Bijvoorbeeld zeggen, de punkrevolutie van 77 was de laatste keer dat er wat leuks gebeurde. Ja, ja, ja. Weet je, zoiets, dat vind ik. En dat nog serieus menen ook. En ook al is het een waanvoorstelling, weet je wel. Maar tot aan naar Stalingrad marcheren, uit idealisme aan toe, weet je wel. Dat heb ik een perverse bewondering voor. Want ik weet waar het toe geleid heeft en dat het eigenlijk dus nergens toe leidt. Maar daar zou ik van dat soort fanatisme, half hysterie, zou ik wel een scheutje meer willen hebben. Ja? Maar een heel klein beetje. Maar die afstandelijkheid, daar heb je in de journalistiek natuurlijk alleen maar voordeel van, of niet? Ja, 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 ja. Maar in dagelijks leven niet? Nee, in dagelijks leven vind ik van niet. In de journalistiek twijfel ik diep in mijn hart eigenlijk ook aan of je niet beter je helemaal in een onderwerp kan storten en gelijk met jouw beweging, als Gert van Veen of zo iemand, weet je wel, om gelijk met jouw beweging dan bij het oud vuil te worden gezet. Ja, ja. En eventueel dan iets ontwikkelen als van zo maken ze ze tegenwoordig niet meer. Dat vind ik ook een hele bewonderenswaardige houding bij anderen. Ja. Niet dus je bent eigenlijk een soort romanticus op afstand? Ja, ja. 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 Terwijl dat tegenstrijdige begrippen zijn. Ja. Je kan niet romantisch zijn en afstandelijk tegelijkertijd. Nee. He, maar in theorie kan je ook niet geen seks en zwaar drank of drugsmisbruik hebben.
En dat gaat in de praktijk ook. Dus ik heb een stille hoop dat romantiek en afstandelijkheid ook te combineren zijn. En God weet dat ik me bezig ben. Je doet al een jaar of 50. Is dit nou ook een rock'n'roll huis, pardon? Niet voor zover ik kan herkennen. Als ik hier binnen zou komen, zou ik zeggen... typische jaren 60, 70 burgerlijkheid. Ja, zo goed burgerlijk, zoals de Duitsers goed, zeggen. Goed burgerlijk, ja. Goed burgerlijk. Laten we nog eens verder kijken. Maar het is in beginsel toch ook het leukste toeven in goed burgerlijk milieu. Een goede burgerlijke slaapkamer? Nou, die heeft nou wel weer iets van een Frans bordeel 1880, vind ik. Het ouderwetse paars, hè? Ja. Ja, omdat hier sinds 1972 ook niks is veranderd in dit huis. Dat glimt goed. Het heeft de modekleuren van toen. Ja. Je bent ook een beetje conservatief, hè? Nou, meer in de zin van gij zult niet doden dan echt... Je hele leven echt... hetzelfde krant, je hele leven hetzelfde werk. Al 22 jaar in Amsterdam-Noord. Ja, dat kun je maar toch wel een beetje conservatief noemen. Ik bedoel conservatief echt letterlijk. Conservatief zijn. Ja, die stemmen niet op de VVD, maar ze willen wel altijd alles hetzelfde. Ja. Maar er gaat toch ook een grote troost van uit. Voor kinderen al. En voor de troost die uitgaat van vakmanschap. Dat zal toch iedere vakman onmiddellijk herkennen. En dan is mijn vakmanschap nog het praten met wildvreemden. En niet het maken van een mooi... Van een mooi meubel, wat ook hele romantische connotaties heeft. Maar als ik dit vak niet zou uitoefenen, zou ik in de kroeg zitten en met wildvreemden het over precies hetzelfde onderwerp hebben als waar ik het nou met jou over heb. En dan word je alleen maar dronken van, dan kun je niet van leven. Word je dronken van, kan je moeilijk van leven. Ja. En niets verandert erdoor, want je kan het niet doorgeven aan anderen, behalve bewijzen van leuke anekdoten. Ja. En nou kan ik datzelfde doen met mensen die zonder uitzondering beroemder zijn dan ik, rijker zijn dan ik, succesvoller zijn dan ik. Zodat je bent net een sparringpartner van Mohammed Ali. Je bokst met de beste. Ja. En je krijgt meer klappen, dus je kan alleen maar hopen dat de opbouw sneller gaat dan de destructie. Maar je leert oneindig veel meer dan andere mensen, inclusief een leger van boksers die via de kroeg verder langzamerhand naar de wereldtop moeten gaan, mochten ze dat talent al hebben. Dus binnen jouw romantiek is eigenlijk, ik ga heel erg psychologiseren, is die afstandelijkheid ook voor jou ook nodig, want anders zou je er helemaal in... Ja, het is zonder enige. Want je hebt een hang naar de goot. Zelfbescherming, ja, als je me mijn gang zou laten gaan, wel. Het is, ik laat deuren dicht, ik flirt met gevaar. Maar ik laat de deuren dicht die iemand als Hank Williams en Janis Joplin en ook Clapton zelfs, die het toch overleeft, allemaal opengooien. Heb je veel harde drugs gebruikt? Bij wijze van experiment heb ik ze allemaal wel een keer gedaan. Ik ben absoluut van verslaving gered. Omdat ik nooit een drug heb kunnen vinden die bij mijn karakter past. Behalve alcohol. Ja, ja. Als ik daar een had gevonden, had ik me er net zo ingestort als ik met alles doe. Tot de laatste halte voor de groot. Maar ik heb hem nooit kunnen vinden. Niets is echt aangenaam voor me. Van de lichtste een honkbalknuppeltje... overheerlijk Jamaicaanse, echte, zongestoofde wiet tot aan heroïne. Niks voor mij. Nee? Het heeft geen effecten die waar ik veel van... Het, en wat vind je aan alcohol zo plezierig? Ja, nou, alcohol is toch wat anders. Iemand vergeleek het ooit eens met je geeft een pilsje weg en die trekjes van zo'n ding zit je al te tellen. Dus dat is een heel andere... mentaliteit. Ja, ja. En dat gaat om mensen die aan de heroïne zitten. Hoe die hun spullen beschermen met hun leven, soms letterlijk. Dat is al een illustratief voor het asociale karakter van zo'n drug. Zo even het licht in gaan. Het licht in. Hoe filosofisch. Het is inderdaad waar dat je... Ik zie nu opeens inderdaad ook... Deze was ook heel erg in de mode. Eind jaren 60, begin jaren 70, zie je nooit meer. En de kleuren, die worden bruin en oranje, die worden nou nog in
van die moderne koffietafelbladen waar mensen met goede smaak als de Bouffry en dat soort mensen van een goede smaak getuigen, die vinden dat het ergste wat er is. Er zit een patroon in. Deze kant oogt oranje en die andere kant, als je hem kijkt, die oogt bruin. Ja. Dat waren de modekleuren van begin jaren 70. Ja. Je hebt nooit de behoefte gehad om de heleboel wit te schilderen, wat iedereen gedaan heeft. Nee. Het is net als met de hang naar bruine kroegen. Je hebt mensen die schilderen het helemaal wit en houden het kaal en voelen zich daar bevrijd. En ik neig naar het oude Jordaan-principe, misschien een compromis. Dus ik zou het, als ik naar mijn gemoed te werk ging, eerder vol stouwen en donker houden dan het kaal maken. Dat vind ik troostend en gezellig en al die typisch Nederlandse woorden die je daarvoor voor hebt. Wil de gordijnen weer even dicht doen en een biertje drinken hier? Ja. Ik ben een beetje aan het regisseren, sorry hoor. Kan ik jou met een biertje dienen, Frans? Ja, lekker. Ik zal mijn moppie even halen. Want bier inschenken is toch vrouwenwerk? Is dat zo? Ja. Ja. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja. Dat is de mevrouw van de bediening. Ja. Je hebt gezegd dat bier inschenken vrouwenwerk is. Ja, is het ook. Ja? Het helemaal mee eens. In dit huis wel.